Lierse, heel belangrijke overwinning natuurlijk. Ik geef eerst het woord aan de bezoekende trainer. I pass the floor to the coach of Lierse, Mr. Stojanovic. Yeah, I can assume that you're quite disappointed because you concede the goal in the very end. First of all, good evening to everybody. Yeah, but mostly because we today play really good football, especially in the first half. The second half we are not on the same level like the first half, but we play enough to have some chances, really good chances, also for winning the game. Sometimes can be football can be really cruel. We lost the game in the last minutes. We have the chances to have a better result today, but unfortunately we are not successful in this. So we must of course congratulate the home team because they take advantage of every single our mistake. That's how the mature and experienced team are working. It's really pity because we today play really, really hard, good, and most of the game. In some parts of the second half, they put the pressure on us. We were struggling and we were fighting, but in total, I think we really did not deserve to lose the game. Thank you. Thank you, Mr. Stojanovic. Fred van der Bist, ja, hele belangrijke overwinning. Eerste helft. Redelijk moeizaam kunnen we zeggen. Op basis van de tweede helft wel verdiend. Hè? Kijk, ik had voor de wedstrijd gevraagd. Gewoon 3 punten pakken vandaag. De manier waarop was voor mij niet van tel. En is gelukt. En de manier waarop hebben we echt letterlijk en figuurlijk opgepakt. Was echt niet om aan te zien. Want het belangrijkste blijft de 3 punten. En onze hoofddoelstelling, die nog altijd het behoud was. Zo snel mogelijk veiligstellen. Is bijna binnen handbereik. Dus dat is het belangrijkste van deze avond. Je hebt er ook voor gekozen om je elftal op verschillende posities te wijzigen. Was dat na toch de mindere wedstrijd in Charleroi of was dat iets waar je al langer mee speelde? Nee, ik vond het moment om een keer iets anders te proberen. Ik had geleerd in bepaalde wedstrijden dat we op middenveld wel krachten tekort kwamen, vooral als het een gesloten wedstrijd was. Maar Liers speelde opvallend alles of niets. Heel aanvallend voetbal. Met veel aanvallende spelers. Daar had het best wel moeilijk mee. Heel wendbaar, heel vinnig. Een grote snelheid van uitvoering. En bij ons kwam het er niet echt uit vooraan. In de omschakeling iets te snel diep. Geen genoeg tussenstations. Te weinig voetballend vermogen. Nochtans zijn de 5 of de 6 betere voetballers die voorin stonden. En dan opteer je de tweede helft voor toch terug naar kracht en power. En dan zie je dat die jongens verre van versleten zijn. Ja, die kracht en power en verre van versleten. Björn Ruitings, derde keer dit seizoen dat hij de match beslist als invaller, als supersub eigenlijk. Hè? Björn leverde ons 8 punten op. Op 40 minuten speeltijd. Ik zeg genoeg. En het zal voor hemzelf ook deugd doen natuurlijk. Hè? Zij zelf ook dat hij in iets mindere periodes had. Uiteraard, vooral omdat hij heel ontgoocheld was dat hij niet start. Als je Koulibaly niet kiest voor te starten en dan kies je voor Rovis, ja dan... Als diepe spits kan ik begrijpen dat je ontgoocheld zijn. Maar dan zie je dat hij uit het goede hout gesneden is. En een perfecte mentaliteit, 10 minuten weliswaar, maar scoort en is weer beslissend. Mooie noot om mee af te sluiten. Bedankt beide coaches voor jullie analyse.